Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 1 februari van Weerplaza. Het heeft afgelopen nacht op veel plaatsen gesneeuwd in ons land. Heeft allemaal te maken gehad met een storing die van zuid naar noord over ons land trok. In Limburg is de meeste sneeuw gevallen, zo'n 3 tot 4 centimeter. En op het moment sneeuwt het in het noorden van het land nog licht. Als we kijken wat het weer verder brengt, dan zien we dat we te maken hebben met een lage drukgebied dat over Frankrijk trekt, richting Duitsland. In onze omgeving trekken diverse storingen voorbij. Zaterdag is een bewolkte dag met nu en dan neerslag. Maar zondag wordt het geleidelijk aan beter. Voor vanochtend eerst nog sneeuw in de noordelijke provincies, bij een temperatuur van rond of net iets onder het vriespunt, en een matige tot vrij krachtige wind vanuit het oosten. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuiden overal droog. Er kan nog wel een enkele bui vallen. En vanmiddag ziet het er zo uit. Overwegend bewolkt. 1 graad in het noordoosten van het land tot zo'n 2 of 4 in de kuststreken. In Limburg kan het 5 graden worden. Dus bewolkt weer, vrijwel droog. Een enkele bui is nog wel mogelijk. Vanavond ook overwegend veel bewolking. En de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. In het zuiden wordt de bewolking geleidelijk aan dikker en in de nacht trekt opnieuw een gebied met neerslag over ons land. Met name in de zuidoostelijke helft van het land kan er weer sneeuw vallen. Een dun laagje van 2 centimeter is mogelijk, met name in Limburg, de Achterhoek en in Twente. Verder naar het westen toe zal het veelal natte sneeuw zijn. Morgen overdag overwegend veel bewolking, de zon zien we niet of nauwelijks. Zo nu en dan valt er wat neerslag, op de meeste plaatsen is dat regen. Vooral in het oosten is het natte sneeuw bij een temperatuur van 1 graden in het oosten van het land tot zo'n 4 in het westen. De wind is morgen vanuit het noorden tot noordoosten en is zwak tot matig rond kracht 2 tot 3. Op zondag dan wordt het beter. Van het westen uit klaart het op. In de vroege ochtend is nog wel een winterse bui mogelijk. Maar vooral 's middags schijnt de zon geregeld. En dan dooit het op veel plaatsen 3 graden in het oosten tot 5 of 6 op andere plaatsen. Maandag begint de dag droog. Later gaat het van het zuidwesten uit opnieuw regenen of sneeuwen. Maar goed, de kans op natte sneeuw is het grootst bij 's middags 3 of 4 graden. En dinsdag veelal droog weer, maar in de ochtenduren nog een winterse bui mogelijk. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.